Maar goed, jij mocht naar Frans Timmermans toe. En, had hij goede teksten? Ja, het was wel een beetje oude wijn en nieuwe zakken natuurlijk. Dat moet oude wijn en nieuwe zakken? Ja. Okay, ja. Maar het was wel een warm bad voor hem. Want hij werd onthaald als toch een soort van... ja, als Sinterklaas bijna, zou je denken. Ja. We hebben een filmpje van, want... Zullen we gaan kijken? Oké. Okay. Ja, dat komt heel erg. De Messias. Dank je wel. Ja hoor. Het stopte ook niet. Dank je wel. Maar als jullie nog even zo doorgaan, dan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang te krijgen. Dat moeten we vooral niet doen. Heeft hij natuurlijk wel. Dat weet hij van zichzelf ook, toch? Dat hij een behoorlijk ego heeft. Mooi toch, zelfspot? Ja, is belangrijk in dit vak. Echt heel belangrijk. Jawel, maar dit kan die man. Entertainen ook. Ja, ja, ja. Maar dat is een prima man. Er komt iemand binnen. Ja. Kijk, ik zag die meneer gisteren van de CDA. Henry Bontebal. Dan komt er niemand binnen. Kijk, zelfs voor op één was de man saai. Ja, maar Johan, snap jij nou niet? Snap jij nou niet? Die man heeft gewoon voorlichters. Die heeft mensen om hem heen lopen. Die was erbij. Ja, maar... Het is toch ongelooflijk dat die man gisteren bij Opeen gaat zitten... Waarbij het de eerste 40 minuten over omzicht gaat. Ja. Ja. Ja, dat is ook lekker. Die stond al 3-0 achter. Stel je nou voor dat ik voor ons programma... moet ik naar Opeen om een beetje te promoten. Ja. En dat zondags gebeurt dat met Pierre van Hooijdonk. Bel ik af. Ja. Zeg ik, nou, ik kom even niet, want we gaan dadelijk 40, 50 minuten over Studio Voetbal zitten praten. Ja. Het ging de eerste 40 minuten over omzicht.